En welkom bij deze gloednieuwe video. Eindelijk heb ik terug een video. En deze keer is het een mukbang. Een sushi mukbang, beter gezegd. Omdat we alle twee nog eens goesting hadden in sushi. En ik heb jullie wel wat bij te praten. Dus ik dacht, perfecte combo. Dus let's go. Hoe dat allemaal noemt, wat we hebben gepakt, vraag me niet alles, want ik weet het niet. Ik weet dat die Dragon Eye is. En het is een poepke. Maar goed. Oké, allereerst. Sorry voor het geluid, sorry voor de beeldkwaliteit. Het zal veel minder zijn. Maar we zijn verhuisd, want dit is onze nieuwe achtergrond voor mukbangs. Hey! Ook een poepje. Nee, pak maar, want hier is ook een poepje. Dus we zijn verhuisd. Nu ondertussen al een week bijna. Maar ik heb heel weinig tijd, beter gezegd. Ik moet veel werken, Vincent moet veel werken. Dus en komend weekend moet ik ook weer werken. Dus ik heb niet veel tijd om op te ruimen en zo. Dus het gebeurt echt stelselmatig. Dus mijn camera zit nog ergens. Ik dacht dat ik die op een goede plek had gezet. Dat ik zeker niet ging vergeten. Maar ja, in allerheil is dat toch mislukt. Dus vandaar de kwaliteit en zo. Weet jullie, die disclaimer in ieder geval al wel. En nu gaan we maar eens babbelen over. Hoe is de verhuis gegaan? Wat vond jij er van aan de verhuis? Ça va. Op zich is het wel redelijk vlot gegaan. Allee, ja, een week op voorhand hadden we de grote meubels al gedaan. Maar op zich is het wel heel goed gegaan, vind ik. Maar ik vind het nu gewoon zo... Hier. De kajot is een boel nog een beetje. Dus dat moeten we nog wel zien te fixen. En dat zal iets langer duren dan anders, doordat we alle twee zoveel moeten werken. Maar dat komt wel goed. Dus daarom dat er ook even 2 weken ineens geen video's online kwamen. Ik had geen tijd om een video op te nemen en te editen. Dus, sorry. Maar... Op zich moet ik mij daar niet voor excuseren, want ik heb een video gemaakt. Dat jullie al op de hoogte waren. Ik heb een leuke ASMR idee dat ik nog wil uitwerken. Eventjes terzijde. Ik heb nog een bakje nodig voor mijn rustjes. Wacht. Zo. Het is wel niet meer warm. De Dragon Eye ook niet, hè. Lekker. Ondertussen zit Vincent koers te zien. Nee, prijsuitreiking te zien. En hij zit ook niet in beeld, maar af en toe zal hij wel eens iets zeggen. Oké. Oeps. Waarom dat toch ook elke keer gebeuren? Of wat kan ik nog praten? Over... dat wou ik eigenlijk aan jou vragen. Ik ben daar wel benieuwd naar. Het was van heel het huis tot hier toe, want het is totaal nog niet af, maar was tot hier toe wat je het leukste vond om te doen. Het leukste, want ik heb verschillende categorieën. Vloeren wel tof. Je tennis te doen. Vloeren, ja. Tennis dan tegen de geld te brengen. Dus de vloeren. Dat zou je direct weer opnieuw doen. Oké, vloeren. En dan het tegenovergestelde. Wat vond het verschrikkelijkste? Wat zouden echt... Koolkasten. Dat is echt de meer om te treiteren. Nee, ja. Nu eerlijk. Nee, Vince. Dat is niet waar. De ventilatie. En dan de koolkasten. De ventilatie was toch veel moeilijker? Ja. Dan gedacht, want ze zeggen van dat is makkelijk om zelf te doen, maar dat vond ik eigenlijk effectief ook wel wat moeilijker. We hebben ook samen gedaan, hè. Eén dag heb jij mij dat liggen gedaan met mijn kameraad. De
heb ik een dag geholpen met liggen ook. En dan over tijd één dag. En dat was het eigenlijk al af. Hè. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel veel nadenkwerk en heel veel prutswerk vooral. Hè. Dat is het eigenlijk vooral, vind ik. Dus dat vind ik ook wel. Moest je nog eens bouwen, het terug zelf doen of niet? Ja. Dat wel. Wie zit zou je nog meer zelf doen, hè? Maar dat zouden we hier nu nog niet doen. Het is toch een wit dus. Dat is waar. Dat is waar. En je bespaart er heel veel mee. Dat klopt ook. Wat vind je tot hiertoe wel het beste is gelukt van heel alles wat je hebt gedaan? Ik vind waar ik een van de trotsste op ben op jou, ik ben op alles trots wat je hebt gedaan, maar ik vind uw voordeur en uw zijdeur vind ik echt magnifiek. Dat zijn echt droomdeuren. Allee, ik heb dat altijd gezegd, een zo'n deur met dat soort hout en dat is super duur. Maar op zich, omdat je het aan jezelf hebt gedaan, hebben we het ook wel wat bespaard. Maar ik vond dat wel, of ik vind die nog altijd super mooi. Ja, dat vind ik echt wel. Zou ik ook direct terug opnieuw doen. Als je deze stijl van huis pakt, natuurlijk. Dus dat is eigenlijk zo wat. Over ons huis zal ik zeggen. Ik ben ook heel blij met de keuken. Daar ben ik ook heel blij en heel dankbaar voor. En de trap. Het model heb jij gekozen. Daar heb ik iets langer tegen geweest. Omdat ik vind het wel zot. Maar ik vond het echt een baronnentrap. Ik vind het wel altijd een baronnentrap. Maar ik vind hem nu wel dat hem zo betegeld is of aangekleed is. Ik weet niet hoe ik dat juist moet noemen. Echt prachtig. Ik ben echt op mijn trap en op mijn voordeur, zijdeur en mijn keuken en misschien ook wel een beetje het badkamertje. Maar als ik echt een ruimte moet kiezen, is het toch echt wel de trap of hal en de keuken waar ik echt super verliefd op ben. Het is echt super mooi geworden. En er komt ook wel nog een laatste update. Ik heb ook niet gefilmd tijdens het verhuizen, want dat is veel te chaotisch. Dan heb ik echt geen goesting om te filmen. Dan ben ik echt niet, ook niet het aangenaamste, maar niemand dan. Dus, en s'avonds hebben we dan onze ouders uitgenodigd en broers en broer. En ja, aangetrouwden, of hoe moet je dat noemen, schoonfamilie. En dat was wel heel gezellig. Dat vond ik wel echt heel gezellig. Oké, dus over YouTube. Kip is anders. Ik ga direct eens proeven. Dimsum kip. Vincent is helemaal fan van dimsum. We hebben er iets extra. Oh. Zo'n zeven. Ja, kip extra. Ja, tuurlijk. Dus over YouTube. Echt, waarom elke keer? Maar ik heb dus een video-idee over ASMR. Dus er komt sowieso een ASMR-video online. Binnen dit en een maand. Ik ga mij een beetje safe zetten. Wat dan? Vincent zit te kijken naar de vreulsjes mee komen eten. Dat is echt geweldig. Van de week ook al wel gezien. Maar zonder geluid is het nog grappig. Dus, maar goed. Wat wou ik nog zeggen? Ah ja, onze oprit. Ik weet niet meer ons huis. Onze oprit en ons terras komt volgende week nog goed. En dan is het even, denk ik, heel even wat bijsparen. Om dan het volgende te doen. Maar goed, dat was het dus. De huisupdate en verhuisupdate tot hiertoe. Ik ben er misschien nog wel van plan om een andere video over te maken, maar dat staat nog niet vast. Als ik vind dat dit voldoende was, dan blijft het daar ook bij. Maar goed. Wat kan
kan ik nog zeggen? We hebben het alle twee super druk. Absoluut. Ik ben meer als fulltime aan het werk op dit moment. Jij bent fulltime aan het werk. En ja, het is pittig. De wasmachine, ik weet niet dat je dat hoort, maar het is wel leuk. Dan, wat wou ik nog zeggen? Ik wou nog iets zeggen met het ontgaan nu. Ik ben ook van plan om binnenkort nog een make-up video op te nemen. Oh, nee. Ja, nu is het helemaal in de zeik. Dus ik ben ook van plan om binnenkort ook een make-up video op te nemen. Ik weet nog niet wat soort, misschien niet voor mijn verjaardag of zo, want binnenkort, eerst moet jij nog verjaren, maar in november ben ik dan jarig. Ik had het idee, ik ga een video opnemen voor jullie. Het staat er zondag weer terug online, maar ik ben eigenlijk niet super goed voorbereid eigenlijk. Het smaakt me wel echt goed. Ik vind de setting ook wel tof, buiten die twee kastjes, maar ja. En die bak. Maar die moet nog iets geschilderd worden. Maar, sneaky sneaky. Sneak peek van de keuken. Maar die staat ook nog niet online. Dus in de volgende video van ons geluk, zal ik zeggen, gaat het echt puur over de keuken, denk ik. Is er nog iets afgewerkt geraakt? Misschien de berging inrichting? De plinten. Maar daar heb ik al gezegd, denk ik. Maar beneden nog niet. De benedenplinten. Ik denk dat dat zo wat is. Want ik denk dat het echt wel... En dan de berging is ook wel iets leuk. Op zich op de berging ben ik ook echt verliefd. Ondanks het nog geen ingemaakte kast te zijn. Maar goed. Ik ga een dimsumpje proeven. Een dimsumpje kip. We gaan dat eens proeven, hè. De scampi wil ik ook nog wel, maar... Heb jij er alleen op, van kip? Ja. Wat vond jij ervan? Zo. Je zei altijd van nu weinig wonen, hè, op de camera staan. Jok. Dat is wel ons momentje of zo. Ja, allee, als we zoiets. We zeggen tegenwoordig tegen elkaar nooit meer ja. Wij zeggen altijd jok. En dat komt uit een ander deel van België. Ik vraag me niet welk is dat Oost-West. Ik weet het echt niet. West-Vlaanderen zegt Vincent. I don't know. We hebben dat ooit eens op tv gehoord. Ah, met wat was dat? Met nonkels. Mijn nonkels hebben dat gehoord. En eigenlijk sindsdien, want wij hebben nonkels nog niet zo heel lang geleden bekeken, hè. Ik denk misschien max een half jaar, nog niet zelfs. En sindsdien is het altijd plat van ja, jok en zo. Dus ja, dat is gewoon ons dingetje of zo. Dat die even terzijde. En ik ben aan het denken, ben ik nog echt iets belangrijk vergeten om te zeggen? Ik denk niet. Ik denk, we hebben het een beetje over het huis gehad, we hebben het een beetje over dat ik het gewoon super druk heb gehad. Maar dan wisten jullie al dat ik het super druk had, maar ik dacht, ja. Ik zeg het toch nog maar eens eventjes. Heb ik dan nog iets te delen? Ik denk het niet. Tot hiertoe heb ik denk ik mijn ding even gezegd. Ik ben blij dat er zondag een video online komt. Ik hoop dat je deze video ook leuk vond of vindt. Vergeet zeker niet dat duimpje omhoog te abonneren, want dat helpt mij ook super goed. En hoe meer duimpjes omhoog en hoe meer klikfrequenties ik kan hebben op mijn video, dus hoe meer mensen het kunnen bekijken wat voor zichzelf spreekt. Maar dat is dat eigenlijk.
Dus ik denk dat ik ook bij deze de video ga afsluiten. Vincent, pak maar gauw, hoe zit je nog? Oh, ik dacht dat je zo... Wacht. Ja, moet het. Egoïst. Doe eens zo. Zo. Je ziet het wel. Oh my god, zit tabasco bij? Nee! Oh! Tabasco? Oh, of wat is dat? Nee. Jawel, wat van mij? Ah, maar nee, van die wasabi. Wasabi, dat was tabasco. Maar is pikant. Niet mijn ding. Maar goed, bij deze ga ik de video ook afsluiten. Ga je nog een beetje lekker verder schmikkelen. Vergeet zeker niet dat duimpje moet doen en te abonneren. En zie ik je heel snel weer. Bye bye. Thank you.